Welkom terug bij Pokémon Black and White Soul Link Edition. We gaan eerst een team recap doen voordat we beginnen met het leak gebeuren. Er is bij Jordi wat veranderd, bij mij niet zoveel. We beginnen met Emboar, Flamethrower, Flyerblade, Strength, Escalt. Racer, de Samurott met Shelby, met Aqua Jet, Scald, Revenge en Excessor. De reden waarom we op zo'n hoge level zitten in vergelijking met de trainers heeft eigenlijk te maken met dat Getsis heel annoying kan zijn, ook al ben je 10 levels hoger. Zelfs dan kan je hele team uitmoorden. Dus we zijn even iets veiliger gegaan. Kan alsnog genoeg dooien vallen, daar niet van. Maar het is niet meer van, oké, we willen liever dat we gewoon doorheen gaan in plaats van dat we een Hoenn verhaal krijgen. Waarin één over is en eentje met het resterende team moet doorgaan. Ja, dat. Dan hebben we IJsje de Vanillish met Ice Beam, Blizzard, Mirror Shot en Avalanche. Haru de Stoutland met Silk Scarf, met Crunch, Return, Strength en Surf. Operator 87 of Tel, Dermanitan met Flare Blitz, Trash, Hammer Arm en Overheat. Dan Shade de Crocodile met Black Glasses, met Crunch, Earthquake, Foul Play en Brick Break. Dan Caracosta de Tortuga met Surf, Scald, Crunch en Rock Slide. Terra de Agios met Rock Slide, Crunch, Acrobatics en U-Turn. Excadrill, aka Babe, met Earthquake, Drill Run, Rock Slide en Slash. Venno de Swoobat met Lucky Egg, met Air Slash, Psychic, Shadow Ball en Toxic. Dan hebben we Garbodor met Sludge Bomb, Body Slam, Toxic en Gunk Shot. En laatste Rook, de Bishop met de Rocky Helmet, met Poison Jab, Night Slash, Iron Head en Shadow Claw. Welkom to the Pokémon League. Ja, ik ga gewoon dezelfde richting op, dus het is gewoon van links naar rechts. Het is geen race, hè, mensen, nogmaals. Het is geen race en doen we voornamelijk gewoon even wat zorgen dat... Oké, welke Pokémon heeft die? Die en die, oké. We begonnen nog niet met wie ik ga starten, ik denk mijn starter. Begin degene die Dark Moves heeft. Ja, we moeten wel iemand een Dark Move hebben. Volgens mij heeft niemand een Dark Move. Ah, misschien Schildpad. Misschien op die Crunch. Ik heb net een move. Ik weet je ook mooi vindt. Ik heb net de moves opgenoemd, maar ik weet het nu al niet meer. Even kijken. Ja, alleen Caracosta. Crunch. Met Crunch. Prima. Oké. Okay. Ik sta voor Chantal. En een 3. En een 2. En een 9. Let's go! Hallo Chantal. Dit gaat een pittig ding worden, denk ik. Ach. Het mooiste aan deze league vind ik wel dat eigenlijk alle types of sterk of zwak tegen elkaar zijn. Ja, mooi. Ja, ik vind het een leuke... Kovac Rikus. Gadverdamme. Crunch. Je weet dat hij eigenlijk een Kovac Rikus in een normale term niet kon ruilen? Hè? Met zijn normale naam. Welk woord zit in Kovac Rikus? Het woord fake. Jezus, serieus? Ja. Dat is de reden. Ja, ze heeft een... Een Kovac Rikus, een Golurk. Oh, fuck! Fuck! Shit. Wat? Zap Energy Ball, Tortuga is gone. Ik wil bijna vragen, maar wat was je andere optie geweest? Ja, Vindelix was een goede optie geweest. Of Garbodor. Ja, oké. Jellicent. Curse Body. Oh, maar dit was geen goede. Harm, je bent dat kutte! Mm-hmm. Kut, sorry. Rook, trekken we even een ding. Dan moet je Energy Ball, doet niks. Kan ik mijn Night Slash doen? Killed de Jellicent. Yo, willen we even ophouden met mij uit te moorden, alsjeblieft? Hier heb ik geen tijd voor. Oké. This is going to be fun.
Jellicent is a bitch. Ja, het probleem is, je hebt ook niet echt wat tegen die Jellicent. Ik heb niks. Want hij heeft surf. Nou ja, als ik nu mijn starter eruit tief, ben ik klaar. Dan is het dan niks met energy ball. Welke heb je nu uitgezonden? Mijn vuilnis. Heb je hem getoxicked? Ja. Maar ik heb al 3-4 hyperpotions gebruikt. Ja, nou. Blijf maar gewoon hyperpotions spammen dan. En op de, wanneer ze op het oranje is... En fuck! Jij... 2 full restores, serieus, bitch. Ja, ze heeft een paar full restores. Oh, ze is er gepoisoned weer. Ik wacht wel even. Oh, dan gaan we... Oh, je bent al klaar. Ja. Wij draaien nu niet hier de vuile graftak. Daarom zei ik ook, we mogen nog wel level 65 zijn, dan kan nog genoeg gebeuren. En laat maar raden. Carcosta was niet voor HP, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Had ook de zilver uitgemaakt, was toch, ja, toch mummy gekregen. Daarom. Go, Luck. Vanillux. Ja, ik kan het zeggen. En de laatste is... Chandelure. En naar mijn mening kan je die best killen met Excadrill met of een Drill Run of een Earthquake. Phew, Golurk ging in ieder geval snel. Wat een gauw is dit, zeg. Chandelure. Echt waar, zonde. Mm-hmm. Maar altijd bij de eerste verlies ik zowat iemand. Ja. En de rest is dan Peanuts. Ach ja, we zullen ze nog wel zien. Geef even geld wanneer je haar verslagen. Klaar. Oké. Okay. Ik heb een vraag. Heeft jouw Darmanitan een fighting move? Haal mijn arm. Ja, dat is goed genoeg. Volgende is Dark. Oh, dus, fun! Dus fighting, bug. Moet je het mee doen? Or fire. Ja, nou, maar Darmanitan komt nog op zich wel op zichzelf doorheen. Grimsly hier heeft een Scrafty. Een B-Sharp. Een Crocodile met Intimidate. B-Sharp, en een Lipart. Fuck my ass. Hoezo B-Sharp fuck jouw ass? Je hebt een Pie-type en je hebt een Ground-type. Oh ja, wacht, is waar. Kijk, ja, dat is zometeen je beste optie. Tip vooraf. Scrafty heeft Moxie. Oh, fun. Oké. Dat. Mooi. Is die klaar? Trekken wij onze Moxie. Klaar voor? Ja, ga maar. Ik was ondertussen eigenlijk al bezig. Ga hem hard vast. Zo. Nou, die. Dan is het... Is het gewoon kijken. Is die klaar? En mijn arm doe je. Ik heb geen zin in Moxie. Nee, en terecht. Crocodile. Hij heeft Intimidate en... Ik weet niet of je daarmee kan... Earthquake. Wauw, GG, won it KO. Daarmee tennis weg? Yep. Ga even in Lux. Dit wordt nog een leuk leakje. Earthquake. Oké, ik heb het overleefd. Okay, Crocodile's gone. B-Sharp, dan wordt wisselen naar mijn starter. Ja. Ik heb er maar fucking 4 Pokémon over. Hoe ga ik uit en Getsis verslaan?
En dat is niet zo moeilijk. Gadgets is een probleem. Flameflower. Bye. Wat hebben we nog meer? Een lightpot, nou die blijf ik wel in. Ja. Fake out. Oh! Ja, nou. Ik ben ondertussen even aan het kijken voor de volgende. Weer, dat gaat lekker als ik bij elke, dan heb ik straks alleen nog maar één Pokémon over. Nou, Embol wordt vaak gebruikt in speedruns en we zijn hoger level dan Embols die op dat punt worden gebruikt, dus in dat opzicht. Ja, hoop het nog even harder. Ja, nou ja. Nou, wat hebben we nu? Volgende is Psychic. Ik ben even aan het kijken of wat voor jou de beste is. Ik ben even aan het kijken. Nou, maar start er niet sowieso. Excadrill. En dan gewoon bijna alles Earthquake wat geen Levitate heeft. Fijn. En dan word je straks nog geheeld als mooiste. Ja, bij N word je geheeld. En je hebt ook een Pokémon Center ding. Ja, dat is een van de zussen van N. Hield je gewoon. Ja, maar ik bedoel, je hebt ook nog een box, toch? Nee. Ja, in diezelfde kamer is er een box. Begin maar met... ik wil zeggen... Serena? Caitlyn. Serena. Caitlyn, ja, ik ben... totaal kwijt wie en wat was. Oh, je Dominitan was dood, hè? Ja. Nou, maak ik deze af met Crocodile. Reuniclus. Die heeft Levitate. Of niet? Volgens mij wordt het wel aangegeven als hij Levitate heeft, ja of nee. Nee, ik ga niet... Focus Blast, oh je kip! Escadeel weg? Nog niet. Het scheelt weinig. Earthquake doet wel wat, oké. Nice. Nou, naar deze doe ik ook Crocodile gewoon. Chilling Lift, oh god. Rock Slide heb ik gelukkig. Aan deze stop ik al Crocodile weg. Mijn god. Wat is dit voor leak? Oké. Mushana. Die heeft wel Levitate. Mushana heeft Levitate of Forewarn? Ja, meestal Levitate. Weet je wat, voordat je move doet überhaupt? Ik moet toch eerst healen. Ja. Ik zal even checken. Nee, je hebt geen Levitate. Geen Levitate, dus je kan gewoon Earthquake? Nee, je kan gewoon Earthquake doen. Goud, Earthquake. Oké, okay, ik stop doet geen dan. Kut! Viren. Dat is mijn optie. Doet ook geen kut. Och, jups, is fuck jou, Caitlyn. Team. Vuile stoephoer. Dus dat spijt ik gelukkig niks doet. Dat is kut dat ik klus heeft. Oké, mijn Jarna ook dan. Gotalata. Wat die tellen. Earthquake bitch. Oké, okay, dan is het. Waar begint hij? Ja, die moet wel lopen, denk ik. Kijk gewoon. Oké. Okay. Oké, okay, Caitlyn is good, done. Prima, heel even. En dan de laatste is fighting. En je beste optie daarvoor is gewoon Garbodor. Nou, poison resist fighting. Maar wat je ook doet, doe geen toxic op de Conkeldurr. Laat maar aan, dat heeft verzaald. Heeft guts. Auw, nog erger. Andere optie, Embor. Want wat heeft Embor qua moves? Flamethrower, Flare Blitz, Scald en Strength. Flare Blitz is iets te gevaarlijk qua dingen.
hebt geen break break. Ja, ik zou zeggen gewoon fuck it, doe maar. Wat? Gaan we gewoon met Gabroda doen. Ja. Yeah. 2 dingen. Dus 1, geen toxic op Kel doen. En 2, wel toxic op Sork doen, die blauwe fighter. Oké. Want die heeft sturdy. Oh, goud. Dus die kan je sowieso niet one-shot, ook al zou je dat willen. Ik zou niet weten wat ik hem moet one-shotten, maar oké. Want poison is neutral. Ja, maar het resist is de fighting. Oké. Let's go. Is maar. Nice. Oh, ze hebben bulldoze. This is going to be annoying. Nice. Tenminste, het fijne daaraan is... Het is een special move van een throw. Die speed gaat wel omlaag, maar Garbodor was nooit snel. En als je het gevaarlijk vindt, kan je altijd nog inwisselen naar Emboar. Dat is je enige andere optie. Oké, okay, throw is gone. Saw. Sock, en dat is die blauwe fighter. Ja, poison dus. Toxic. Toxic. Fear health. Had de critical hit. Fun. Maar ik leef nog. Oké, okay, 2 hits. Dat was dat. Switchbomb. Switchbomb doet tyfus veel. Ah, hij doet weer veel restore. Oké, okay, haal wat ik nu wel doe. Ik allow de red button. Wat zeg je nou? Ik allow de red button. Dus dat betekent... Dat wanneer we in de box bij de box kunnen... Yeah. Dat we de 2 dode Pokémon's in de box doen. En je Reshiram mag gebruiken in je team. GG. Wow! Dat doe ik eigenlijk om 1 reden. GG. Ah, 1 helft! Oké, okay, had geen veel restore. Thank god. De enige reden waarom ik het op deze manier doe, is omdat je anders met een crap team het opnieuw moet doen. En je bent nu al level 65, dus de enige manier hoe je dit dan zou halen in je eentje, is dat ik ze gewoon moet gaan upgraden naar level 80. En dan ben ik iets te. Alleen nog min show. Ja. Ik ben ondertussen klaar met Marshall en ik loop er gewoon even serieus door. Oké, gone. Jesus fucking Christ. Wat was dit voor Elite 4? Waarom hebben we altijd gezeikt met... Nou, tenminste, ik altijd gezeikt met Elite 4. Altijd. Goeie vraag. In een normal playthrough, nooit last van. Races, ik ben altijd de lul. Maar Han, is geen races, go op. Nou ja, co-op. We spelen maar 1 game. Mm-hmm. Nou, nu heb je toch die lange cutscene van Rise Up, het kasteel. Ik vind nog steeds onlogisch dat het kasteel er überhaupt is, maar oké. Okay. Gewoon dus even iets voor los kijken. Even kijken of ik snel die video kan... vinden. Want ik ben even benieuwd hoe dit de zes hebben gedaan. Ja, dan komen al die trappen erbij. Hallo en... Zet even de muziek uit. Welk level was ik destijds? Oké, okay, toen was Legendary wel toegestaan. Ik wil nog wel eens helpen. Ja, de Legendary is level 50.
Bladibla, 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 bladibla. Even voor mezelf, maar... Samorot, wat was je special of physical? Je was overduidelijk special. Nou, maar dat is dus. Zullen we het opeens doen of ze een ander pakken? Kijken. Zo, doe je, ja, even die kut zien. Jij bent veel sneller. Doe jou. Oké, hallo Sages. Ik hoef jullie dit keer niet op te zoeken in de postgame. Oh, het is hartstikke leuk om eens op te zoeken, want je krijgt leuke dingen ervan. En je gaat ook echt exploreren, maar... Pff, fuck dat. Het is wel een fatsoenlijke postgame. Ja, ik hoop dat er geruchten waar zijn over Sword and Shield. Ook een... Wat? Ze zeggen dat het een huge, grote postgame hebt, maar ja... Ach, de enige grote huge postgame zou zeggen van... Oké, we stoppen Kalos erin. Ja. Dat is de enige manier hoe ik zou geloven van... zit er een huge postgame in. Want voor de rest, nee, we gooien weer een alternatief op de battle tree erin. Flikker toch een eind erop. Ik ben een beetje moe van het al het gebattle. Pokémon Contest moet er terug, hè? God of heel gauw in en top. Ja, wat wil je dan? Oké, je moet zelf toegeven die berry mix. Wil je van mij weten wat ik de laatste goede postgame vond? Nee, naast battelen. We hebben niet op postgame. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Waar is de PC in deze? De laatste goede postgame vind ik Platinum, maar dat ben ik. Oké. Okay, waar is de PC in deze ook alweer? Is er straks geen PC? Dat zou ik nou weer humor vinden. Nou, je krijgt sowieso de optie als je Zekrom erin stopt dat je een of andere Pokémon eruit mag halen. Ik kijk even. Wauw, Max Potion. Kijk, want waar ben je nu de cutscene aan het kijken dat de trappen erin komen? Of ben je verder? Nee, ik heb zo'n mannetje. Ik ben nu in de zusjeskamer. Oké, de zusjeskamer kan je healen. Ik ben dus even op zoek naar die PC-kamer. De kamer links en de kamer rechts zit geen PC in. Ik ga vast een etage omhoog doen. Ja, de PC is meteen de kamer als je eentje naar boven gaat. Oh, goud. Zo. Nou, die erin. Zonde. Ze zijn best goede Pokémon stoot gegaan bij ons, zie ik nu. Moeten we dat instoppen of niet? Nee. Oké. Naar boven het is. Gewoon zo meteen die masterball pressure in flikkeren. Oh ja, de kamer voor in. Prima, pak even die rare candy. De muziek though, is niet goed. Het is veel te angstig. Oké, waar is die verdomde rare candy? Yo. En omhoog. Candy. Mag soms even nog rode hoeveelheid tekst heen van nee. Hi, Getsis. Zijn we vrienden met ons Pokémon. Getsis, kan ik even je pootje haken en even je hype? Zou ik heel mooi vinden. Nee, man. Hol er af. De Darkstone in Harms geval hold erop. Nou ja. Hallo en. Bla bla bla. Ja. Hallo en. Wat was het nodig om zo'n grote troon zat te hebben? Ja, mooi.
Show me the depths of your determination. Nou hier. Kom maar door. Bla bla bla. En Free Pokémon, hallo. Reshiram komt er meer. Nou, even een cutscene. En je hebt exact dezelfde cutscene zometeen wanneer Zekrom summont of Reshiram summont. Het enige verschil is dat ze niet door de fucking muur aan het komen is. Nou ja. Oké. Nou, Reshiram slaapt de boel. En bij Zekrom slaapt bij jou de boel. Mooi. Ach. En helaas was er nog een mooie video over van, ja, nee, Reshiram en Zekrom zijn meer dan alleen maar yin en yang. Maar het enige wat ze daarmee zeiden van, ja, nee, je hebt ook waarheden en idealen. Ja, no shit, staat letterlijk in de game. En dat Reshiram meer passief is en Zekrom meer actief. Ja, want Zekrom meer physical based is en Reshiram meer special based is. Meer cutscene. Ja. En de andere was, waarheden is... Als je het moet gaan vergelijken in politiek, gewoon conservatief. Dus gewoon niks doen, laten gebeuren dingen. En ideeën, dingen, dus liberaal, dus actief. Wat je 15 minuten... Wat is er niet met jouw internet aan de hand? Ja, ik zie het al. Dit richt niet aan mij, dit namelijk. Spraak gekoppeld, rood. Goed bezig, jongens. Leuk voor een finale van een race. Of race co-op. Heel goed dit. Nee, het probleem is Discord heeft afgelopen paar dagen gewoon probleem met iedereen. Gauwe hoei. Ik heb altijd gezegd dus met die programma's. Of je nu Skype hebt of niet. Hallo Reshiram, ik ga jou vangen. Pam 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 pam. Nou, ik hoop niet dat het fatsoenlijk is. Must wel go. Wacht, ik hang even op en ga maar hangen. Kom hierbij. En nu? Geen idee. Ik denk niet goed. Ik ben gelijk weer rood. Ik heb gewoon een... Ja. De grootste hoop is altijd... Deze dingen gebeuren altijd ergens midden in de regio. Ja, mooi. Weet je wat? Kan ik nog gewoon bellen? Op deze manier. Kijk of dit beter wordt. Ik heb geen idee, we zullen zien. Nou, het klinkt al beter. Zo. Ik heb ondertussen Reshiram gevangen. Mooi. Ik heb er zeker om gevangen in deze tijd voor N. Lululing. Nee, anders gaan we het gewoon op deze manier even vanavond voortzetten als Discord echt zo. Dus. Oké, 6 team en begin met Reshiram. Voor mij Zekrom. Ja. En dan beginnen wij met andere draak. Turbo Blaze en we hebben Terra Volt. Ja, zijn we sneller? Nee. Oké. Sorry, trek een brief. Kut, ik word de para. Hop! Dood, zeker rond, nice. Wauw. Wat? Ik ben het klooien met deze. Want? Para kost. Oké. Shit. Dat is echt een damage, dat is meer dan dit. Kom op. Lekker! Zekrom of hoe heet die is dood? Reshiram is dood? Ja. Rockslide van Caracosta.
Mate, I think we've got a big problem. Oké, Hyper Beam doet zelf damage. Kan het afmaken met Dragon Breath. Oké. Wel een veel restore gebruiken. Pokémon's losvangen, maar wel veel restore gebruiken. Wat een flikker. Oké, volgende is Venelux. Blizzard. Nou, ik koop een kost als ik kan. Twinkline. Oké. Nee. Jippers. Iron Head. Is die klaar? Volgende is Klinkling. Oké. Noem Razor. Ah, dat was Zoroark. Oké. Okay. Ja, hij heeft ook een Zoroark. En... nu komt Klinkling. Oké, dat was dus net niet genoeg om een Zoroark te killen, maar een X-Scissor is wel genoeg. Prima. Archaeopsis. Nu is die aan de beurt. Oké, doe maar Metal Sound, vind ik taal. Yo, broer! Wat? Critical hit, starter is dood. Are you fucking kidding me? Waarom gebruik je sowieso M-board tegen Archaeops? Gewoon omdat ik denk dat kan hij makkelijk overleven. Maar het Aerobatics, ik ben echt 80% health. En kill ook weer het. En gone. Fuck my life. Echt waar. Waarom gaat het altijd fout? Zorg jij maar gewoon dat je het haalt. Nou, dat komt wel goed. Hij fuck je voor heel. Daarnaast is Algiops. Nou. Serieus, Frozen Solid. Are you kidding me? Fuck, man. Ik het af. Drie Pokémon, hoe ga ik in godsnaam het ding weer vervallen? Wacht even, de Pokémon die je over hebt zijn... Excadrill. Vanillux. Vanillux en Garbodor. Overlokken. Level 66 Excadrill. Mhm. En is in ieder geval verslagen. Krijg je nog de kans op te healen of niet? Volgens mij wel, want Sharon hield je. Zo. Hallo Getsis. Ik hoop dat ik niet dood ga. Even Getsis pootje haken. Oh, ik hoop zo dat ik niet dood ga, alsjeblieft. Nou, begin met de hij begint zometeen als allereerst met de Kovic Rikus. I know. Oké. Hallo, Getsis. Kovac. Geheeld, ja of nee? Nee. Ja. Je bent gewoon geheeld. Je bent gewoon geheeld. Oké, dat is dat. Wat moet ik nu doen? Gewoon vechten? Ja, gewoon vechten. Ja, maar ook mijn Pokémon zie je eigenlijk dood zijn. Als je Pokémon kan killen met degene die nu dood is, prima, en dan wisselen. Maar ik vind het zelf ook een beetje zonde om nu te gaan zeggen van, nee, nu extra wisselen, dan loop je weer damage op, omdat je eigenlijk niet kan wisselen. Nee. Nou, Koviak is dus in ieder geval dood. Beter. Oké, okay, Boevaland. Ik heb nu nog twee Pokémon's over. Twee, drie toch? Drie bedoel ik. Nee. De muziek is wel passend voor een final battle, though. Mm-hmm.
Zo, dat is één. Go. Fusion bolt. Go. Nee, ik had ook zeker hem gebruikt om de eerste twee monsters gewoon te killen. En nu dook hem gewoon weg. Oh, dan kom ik goed weg, zeg. Yes! Lekker bezig, meneer Wish. Kut, B-sharp. Je hebt extra drill, de Earthquake. Ja, maar deze even hier, hè. Ik ben op de helft. Oké. Okay. Kijk, de Night Slash, thank you. Nog twee te gaan. Seismic te... Kut. Hoezo kut? Seismic dood, water move. Je hebt een Vanillix. Het is wel jammer dat Freeze-train nog in deze game zit. Want je had een 4 keer effective ice move. Ja, je moet het maar doen met het ding die je hebt. Hier zie je. Blizzard. Avoid the attack. Fuck. Oké. Okay. Hallo, Dragon. Sneller. Oké, okay, dat had ik geluk mee met Stoutland. Dat was de Dragon. Kijk, even healen. Ik wil maar één mon. Ja? Electros. Earthquake. Harm. Ja. Nee. Geen Earthquake. Want? Het is de enige Pokémon in de hele game die geen weaknesses heeft. En het is een electric Pokémon met Levitate. Slash. I have Flamethrower! Dan maak het af, man, Gelp. Maak het af. Ga dood. Ga dood. Klaar. Mooi, ik ook. Als ik geen Excadrill had gehad, was ik fucked geweest. Mm-hmm. Snap je waarom ik een Excadrill wilde? Mijn god. Ja. Ik vind Crocodile nog steeds beter, though, maar... Nou. Oh. Alle godzegen. Je hebt 4 monsters vermoord. Wat else is nieuw? Nou, loop even met N mee, luister even naar zijn gebabbel. En dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten. We kunnen beginnen aan Kalos. Eindelijk. En, kijk, normaal niet te praten gewoon over de gen. Ondanks de vele devs op dit punt, viel deze gen nog wel mee. Solid gen geweest op zich. Relatief makkelijk met gyms gehad. Weinig gegrind op zich. Weinig gegrind. We hebben in... nou, in deze game hebben we het meest gegrind, hoor. Ja? Nee, iedere gym hebben we gegrind. Iedere? Iedere. Oh, van mijn gevoel. Maar ja, ik heb een week in Frankrijk gezeten, dus het kan zijn dat ik alles vergeten ben. Nee, naar iedere gym hebben we gegrind. Onthoud ook dat we de eerste... twee gyms destijds bij jou hadden gedaan toen we Diamond & Pearl hadden afgerond. En toen was het ook iedere keer, oké, grinden hiervoor, grinden hierna, grinden hiervoor, grinden hierna. Dus ja. Director, Yuichi Masuda, Kensuke Mori.
Maar ja, we hebben wel goede teams gehad, alleen zonder van een paar Pokémons. Joh, er gaat altijd wat open, Mike. Je weet het. Dat is het risico. Ja, voor de rest vond ik wel goede gen. Dit keer niet echt een hele teamwipe gehad. Nee, starten bleef meestal wat tot aan het einde. Vind ik op zich gewoon een prestatie op zich. Ging wel dood, maar dat is in het einde. James Turner, hey! Shit, maar jongen, hoe vond jij het gaan? Ja, ach. Het is nog steeds niet mijn favoriete gen, maar... op zich loopt steeds beter. Ik begin de game steeds meer te appreciëren. Kut van het einde net even. Ja. Ik heb eigenlijk een keer gehoopt dat ik alles clean. Volgens mij ben ik tot nu toe bij elke leak is er wel dood gegaan. Yep. En altijd door mij. Nee, dat is niet waar. In Kanto weet ik zeker, dat was door mij. Ja, maar daar staat het 1-4. Ja, ik doe er niks aan. Ik heb geen zin in Gen 3 is jouw schuld. Gen 4 was jouw schuld. Gen 5 was mijn schuld. Gen 5 was jouw schuld. Gen 2 weet ik niet meer zeker. En waarschijnlijk Gen 6 wordt ook mijn schuld. Nou, ik ga mezelf jinxen, ja. Gen 6 wordt heel interessant. Omdat we die XP-share hebben. Nou, dat wordt kleiner, wordt het te janken. Ja, maar... dat is... dus dat was het. Mensen, bedankt voor het kijken. We zien jullie in Pokémon X en Y. Bij mij is de credits nog wat lopen, hoor. Ja? Nou, bij mij is nog dat stuk waarin... Excel de Disproducer, Pokémon Black Origin. Waarin afschiet met zijn Reshiram. Oh, dat. Zit ook gewoon niet uit. Nee. Ja, wat verwacht je van een DS-game? Steving, don't turn off the power. Alleen hier is het mooiste. Krijgen wij in The End? Finn, toch? Dacht ik. Nee. Finn is volgens mij... ja, we krijgen gewoon normaal het The End. Ja. De Pokémon Company, Nintendo. Maar... bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.